Hey, welkom terug bij hoofdstuk 5.3 van Stencil S5, distributieve eigenschap. Dit wisten we al, A keer B plus C is hetzelfde als AB plus AC. Nu gaan we het volgende doen. Ik haal het voorste weg en ik hou over AB plus AC. Mijn vraag wordt nu, wat hebben die beide termen, dus AB en AC, gemeenschappelijk? Nou, dat is natuurlijk de A, dat wisten we al. Dan hou je over B plus C. Dus A wordt vermenigvuldigd met B plus C. Dus als we A, B en AC hebben, dan kunnen we het omgekeerd doen. Dan kunnen we zeggen, wat hebben die twee gemeenschappelijk? En dat is A. Die kunnen we dus buiten haakjes halen. Dat noemen we de omgekeerde distributieve eigenschap. We beginnen even met een voorbeeld. Ik heb 4 wortel 7. En dan ga ik vanaf halen 9 wortel 7. Nu hoor ik je al zeggen min 5 wortel 7, maar we doen net of we gek zijn en dat is niet zo moeilijk. We zeggen, wat hebben ze allebei gemeenschappelijk? Nou, dat is natuurlijk de wortel 7. Die halen we buiten haakjes. Houden we over 4 min 9. Nou, dat kunnen we in dit geval uitrekenen, die 4 min 9. Dat wordt natuurlijk min 5. En min 5 wordt vermenigvuldigd met wortel 7. Kortom, dit wordt dus min 5 wortel 7. Hoe makkelijk kan het zijn? Dan gaan we nu naar de uitwerkingen. Eerst zelf doen, hè? Dat weet je. Ik heb 11f even uitgekozen. Het lijkt alsof ze niets gemeenschappelijk hebben, maar dat is natuurlijk niet waar. 11 keer wortel 18 en 30 keer wortel 2 hebben wel degelijk wat gemeenschappelijk. Namelijk wortel 2. Wortel 18 kunnen we splitsen in wortel 9 en wortel 2. En wortel 2 blijft natuurlijk wortel 2 bij 30 keer wortel 2. Wortel 9 wordt natuurlijk 3. En 11 keer 3 is 33. Dus daar staat 33 keer wortel 2. En min 30 keer wortel 2 is natuurlijk gewoon min 30. Wortel 2 wordt buiten haakjes gehaald. Dan houden we dus over 33 min 30 is dus 3. Oftewel 3 wortel 2. Nou, de omgekeerde distributieve eigenschap. Dat ging wat snel, dus misschien moet je het nog een keer kijken. Ik heb er nog eentje uitgekozen. 12d, dat is een gemene. Daar staat namelijk 6 1 derde plus 7 1 derde plus 2 1 derde. En wat hebben ze gemeenschappelijk? Dan zul je zeggen 1 derde. Natuurlijk, dus 1 derde kunnen we buiten haakjes halen. Oftewel 6 plus 7 plus 2. Maar dat is onzin, want er staat helemaal geen vermenigvuldiging. Ja, dat is 6 plus 1 derde, dat is 6 1 derde. Dus dit kan niet. Dit is heel erg fout. We mogen alleen iets buiten haakjes halen als het een vermenigvuldiging is. Dan kunnen we distributieve eigenschap gebruiken. En 6 1 derde is geen vermenigvuldiging. 6 1 derde kunnen we schrijven als 19 derde. 6 keer 3 is 18 plus 1 is 19. Nou, 7 1 derde wordt 22. En 2 1 derde wordt 7 derde. En nu kunnen we wel 1 derde buiten haakjes halen. Het is namelijk 1 derde keer 19, 1 derde keer 22 en 1 derde keer 7. Die drie termen, 19, 22 en 7, dat wordt 48. Niet zo moeilijk. Dus er staat 1 derde keer 48, dat is 16. En dat is het juiste antwoord. Succes met de andere opgaven.